En een goede avond. Kioti, ons koffie- en theehuisje is gesloten. In de realiteit van nu dat je deze video bekijkt, is Sinterklaas al een tijdje weg. Maar wie dat nog niet zou weten, wij lopen een paar dagen achter. Dat komt omdat we tijd nodig hebben om de vlogs te monteren en ook online te zetten. En En dat heeft natuurlijk alles te maken bij een liedje. Jij moet niks meenemen, jij moet onze bestelling, ook meenemen bij een liedje. Oké, joehoe. Dus met andere woorden, het is eigenlijk nog Sinterklaas. Ook al zitten we eigenlijk al volledig in de kerstsfeer, hebben we ook al leuke kerstmarkten gedaan. Toch zitten wij nu eigenlijk... Ja, goedenavond. Ik bel eventjes om ook eigenlijk door te gaan te geven aan de vraag nog eigenlijk, waar was nog eigenlijk een bestelling, waar eigenlijk later nog van nog eigenlijk Jan en Jan de bestelling, ja. Die mogen ook al eigenlijk mee eigenlijk maken, want we zijn daar zelf ook over op een kwartier, 20 minuutjes, dus alles, yes, inderdaad. Dankjewel, heel plezierig, dank u. Dus... Nu toch nog, ondanks dat we al volledig in de kerstsfeer zitten, een Sinterklaasfeest. Heb je hem geboekt, Sinterklaas? Sinterklaas? Nee. Nee? Ja, die mens heeft ook enorm ontzettend druk. Heel druk, en ja. Ja, en voor je het weet moet hij terug naar Spanje natuurlijk. Hij zit eigenlijk in het moment dat je nu kijkt, zit hij al terug in Spanje. Ja. Dat laten ze nooit zien op tv. Dat is eigenlijk spijtig, hè? De uittocht. De uittocht van Sinterklaas. Ja, dat is waar. Ja. Dat, niet de uitvaart, hè? Nee, ja, eigenlijk wel, hè? Hij vaart terug, hè? Hij vaart terug. Uitvaart van Sinterklaas. Dat laten ze nooit zien op tv. Het is altijd in een intocht. Nou, ik moet nu ook wel zeggen, het klinkt ook wel gezelliger om te spreken over een intocht dan over een uitvaart natuurlijk. Hè. Dat zou een beetje raar zijn om dat op tv uit te zenden. Hè. Maar het is misschien wel een idee, ik weet niet. Ja, maar goed. In ieder geval, hij zal er dus niet bij zijn. Misschien nee, wel, hij misschien gaat er niet bij zijn. Ja, we zullen het zien. Nee. Met mijn gordel aan doen, we krijgen altijd reacties over. Hè. Maar moeten we misschien toch even duiden. Waarom dat ik mijn gordel niet aandoe, wanneer dat ik dat pas hier aandoe. Dat zeggen vaak mensen van ja, maar je doet je gordel niet aan. Dit stukje is nog oprit. Voilà. En nu rijd ik de straat op. En als ik de straat op rijd, ik ben altijd de eerste die de gordel gaat dragen. Ik heb trouwens ook een heel irritant piepje aan mijn auto als ik hem niet draag. Dat is bij Jane ook het geval. Ja. Dus dat doen we eigenlijk nooit. Wij rijden nooit op de openbare weg met een gordel. Maar op privédomein... We rijden altijd met de openbare weg. Goed dat jij nog wakker bent. We rijden dus nooit op de openbare weg zonder gordel. Altijd met. Ja. En op privégrond of op parkings of op dingen, dat durf ik dan nog wel een keer niet te dragen. Ja. Maar ik denk dat dat iets is dat iedereen wel doet, zeker? Of ik heb geen idee. Ja. Ik stap in en ik doe direct altijd eigenlijk mijn gordel aan. Ah, ik niet. Ja. Hey, dat is hier lekker, hè? Ja, we hadden ook hele leuke bordjes van de grote Sinterklaasfilm. En Jules, en bekertjes. Ja, bekertjes ook van de grote Sinterklaasfilm. Heb je die film eigenlijk al gezien? Nee, hè? Hallo, gekkie, wat doe je? Heb je genoeg eten? Nee, niet met je handjes in drinken, hè? Hey. We zijn terug thuis. Jules die is met mama al naar boven. Zijn bedje gaan steken. Maar het was wel een heel leuk Sinterklaasfeest. Nu is het helemaal over en kunnen we ons concentreren op kerst. We hebben het trouwens nog niet getoond, want ik heb het heel snel gedaan. Ik had eigenlijk zelfs niet eens de tijd om de camera erbij te nemen. Juin die was mijn vertegenwoordiger bezig in de zaak toen dat het nog net niet open was. En ik heb de tijd genomen terwijl dat ze dat gesprek aan toe was om de kerstboom op te zetten in de zaak. Dus die staat ook. Eigenlijk een beetje redelijk laat dat ik daarmee begonnen ben. Maar ik dacht van ja, ik ga het nu toch al gewoon opzetten hier nu. Dus de kerstversiering hangt zo'n beetje bijna volledig. Kun je dat hier kan zien. We hebben zo aan de buitenkant van ons pand hebben we zo lichtjes hangen die zo fonkelen. Dus als je daar voorbij rijdt, is dat zo een hele sterrenvalregel. Want dat is over de hele gevel dat we dat gedaan hebben. Dus dat is wel gezellig, dat is wel leuk. Die zijn terug aan, die gaan iedere avond terug aan. En eigenlijk blijven die 's morgens ook gewoon branden. Want het is zo donker weer. Hè. Dus dan, dan laten we die ook gewoon aan. Dat is gezellig. Je ziet het, de tafels staan hier allemaal goed gedekt.
Maar die tafel nog niet, maar die, daar hebben ze, toen dat we bij de mama van Jean waren, nog voor gebeld. Dus ook die gaan we indekken. Dat betekent dat we dus ja, veel zaal hebben. Hier tafel, hier een lange tafel. Hier ook nog een paar. Dus ja, het zal druk worden morgen, maar dat is gezellig, dat is leuk natuurlijk. Of dat we dat gaan vloggen, dat denk ik niet. Kijk, ik zit al heel de tijd in mijn hoofd dat ik eigenlijk eens een timelapse zou moeten maken. Niet van de zaak, want dat hebben mensen misschien niet graag dat er een camera op hun gericht wordt. Maar gewoon zoiets van mij die aan de toog staat. En dat je zoiets zo in... Je kunt zien hoeveel koffietjes dat ik maak en hoeveel... Ja, misschien moet ik daar... Ja, morgen aan denken, maar vanaf dat dat zo'n beetje te druk wordt en te stresserend is ook, dan ja, maak ik daar liever geen tijd voor. Want dan heb ik zoiets van, oh, als ik dat ook nog een keer erbij moet nemen, het is al druk genoeg, ik moet al zoveel koffies maken. Maar ik ga toch eens proberen om erop te letten, om dat toch eens te doen. Ik denk dat dat wel eens leuk is om dat te laten zien. In ieder geval, of dat ik het nu doe of niet, morgen zijn we er met een nieuwe video en gaan we zeker wel weer iets leuks doen. Tot morgen!